De telecommunicatieautoriteit Suriname TAS werkt hard aan de telecomwetgeving. Deze wetgeving moet de ontwikkelingen in de sector niet tegenhouden, maar juist reguleren, zegt TAS-directeur Wendy Yapayou vandaag op Wereld Telecommunicatiedag. Sinds 1969 wordt de Dag van Telecommunicatie gevierd op 17 mei, omdat dit de oprichtingsdag is van de International Telecommunicating Union, ITU. Ook werd op deze dag in 1865 de eerste internationale telegraafconventie gehouden. En op 17 mei 2005 werd de International Information Society Day in het leven geroepen. Deze dag moet vooral het belang van ICT in onze zakenwereld onder de aandacht brengen. Het thema voor Wereld Telecommunicatiedag van dit jaar is Big Data for Big Impact. Vandaag de dag wordt meer data gebruikt, wordt er minder gebeld en wordt er flink gebruik gemaakt van de internetmogelijkheden, zegt TAS-directeur Yapayou. Met die internet, of die data die gebruikt, die vergaderd wordt, kan je heel veel dingen gaan doen, heel veel te weten komen van mensen, van samenlevingen, waarmee ze bezig zijn, wat ze nodig hebben, etc. En dat doet men dus big data. En die big data kan je dus gebruiken om je beleid te maken, je planning te maken en te kijken wat je samenleving doet en naartoe gaat. En dat willen ze dus eigenlijk de nadruk dit jaar opleggen. Hoe is de ontwikkeling geweest van de telecommunicatiesector in Suriname in een hele korte samenvatting? Ja, natuurlijk zijn we van een monopolist, Telesuur, die jarenlang de enige provider was, gegaan uiteindelijk naar drie, nu weer twee. En zijn we dus nu met Telesuur en Digicel. En we moeten ook eerlijk zeggen, vanaf eigenlijk die markt opengegooid is en er meer de providers zijn, is de groei in de technologie zo snel gegaan, van waar je vroeger nauwelijks iemand een mobiel had en eigenlijk iedereen alleen een vaste aansluiting had, naar waarbij iedereen nu twee, soms drie toestellen hebben. En praktisch iedereen met elkaar verbonden kan zijn. Yapayou zegt verder dat de technologie voor goede, maar ook voor slechte doeleinden kan worden gebruikt. De TAS is daarom bezig de samenleving te informeren over de risico's van het gebruik van internet. Dan gaan we ook binnenkort hebben we in samenwerking met de ITU en LACNIC gaan we een training hebben voor de sector in verband met cybersecurity. Maar dat gaat nu hoogtij vieren. De normale security van je dieveneisen enzovoort geldt nog steeds, maar nu komt er een stukje extra bij. Want naast gewoon inbreken, kunnen mensen nu ook digitaal inbreken. En ook daarvoor hebben we security nodig. Dus daarmee, dit jaar gaan we dus ook onze focus als de TAS daarop. En gaan we dus dit jaar samen met ITU en LACNIC een training daarin doen voor de sector. De directeur van de TAS, Wendy Yapayou, vandaag op Wereld Telecommunicatiedag.